gaan op skireis en we nemen mee, ja, in ons geval zou dat zijn een dakkoffer, een bagagebox op de trekhaak en winterbanden, waarmee dat we qua praktisch gemak en veiligheid al half en half op de piste staan. Maar ja, die dingen komen natuurlijk wel met een zekere kost. En dan heb ik het niet alleen over de financiële opleg, maar ook over het verbruik. Stel nu dat je zou gaan skiën met een elektrische auto, dan is dat verbruik wel een dingetje, hè? Want ja, sowieso bovenop de actieradius die je al gaat verliezen met de winterse omstandigheden richting de skigebieden, ja, moet je dus ook nog rekenen met een meerverbruik van al die accessoires. Hoeveel extra kilowattuur je dan moet rekenen? Daarvoor staan we hier. Dat gaan we samen uitvissen in deze video. Hoe gaan ze dat doen? Heel simpel. We hebben een heel mooi testparcours uitgestippeld. 150 kilometer, voornamelijk snelwegen die we gaan afrijden in winterse omstandigheden. We hebben ook twee chauffeurs. Dieter die kruipt straks achter het stuur van de blauwe. Ik neem de witte voor mijn rekening. We gaan daarbij vertrekken met een verschil van 5 minuten, zodat we geen invloed hebben op elkaar. Halverwege de route wisselen we van stuur, zodat ook de invloed van onze rechtervoet, ik denk dat die van mij iets zwaarder weegt dan die van Dieter, dat ook die volledig wordt uitgevlakt. We hebben een finish die volledig past binnen het thema, dat kan ik je nu al verklappen. En daar gaan we normaal gezien, bij de après-ski, wie weet, het antwoord krijgen op de vraag hoeveel extra kilowattuur je nu moet rekenen voor al die accessoires. Maar genoeg gebabbeld, we gaan eraan beginnen. Hè? We're losing daylight. Ah ja, nog één detail. We zijn nog iets vergeten, maar dat gaan we nu gaan ophalen. Dat is nu het eerste dat we gaan doen. Ja, want alleen op skireis vertrekken, dat is ook maar zielig. Nu, ik heb de vraag bij mij thuis gesteld, maar daar deelt niemand mijn journalistieke nieuwsgierigheid. Dus er is vriendelijk bedankt geweest voor dit experiment. Gelukkig heb ik een zeer goed alternatief, misschien zelfs nog een beter alternatief. Want qua passagiers en bagage, hetzelfde gewicht, maar zonder het gezaag en geklaar. En dan nog moeder de vrouw. Ja, sorry schatje. Toch maar 3. En nu kunnen we vertrekken. Ja, we hebben nu toch al wat kilometers opzitten, dus we kunnen een aantal tussentijdse conclusies trekken. Spreken we dan puur over de Corando zelf, dan kunnen we eigenlijk alleen maar bevestigen wat we een dik jaar terug in onze detailtest schreven. Een detailtest die je trouwens terug kan vinden op autorits.be. Dat is dat de Corando als Emotion bijzonder comfortabel staat afgesteld. Het is echt een echte plezier om afstand mee te malen. Het is bovendien ook redelijk stil. Nou, we hebben nu wel een dakkoffer die wat extra fluit, maar zelfs dat, ja, is eigenlijk niet onoverkomelijk. Het enige waar we ons wel wat zorgen over maken, ja, dat is het gemiddeld verbruik. Dat staat hier nu, ja, dat kampeert hier al de hele tijd boven de 30 kWh per 100 km. Wat toch wel redelijk stevig is, zeker gezien dat de batterij maar 62 kWh groot is. Waarvan ja, eigenlijk maar 55 kWh netto gebruikt voor de aandrijving. Bij andere woorden, de 346 km die de WLTP opgeeft, qua theoretische actieradius, die gaan we vandaag zeker niet halen. Goed, ja, het zijn tussentijdse conclusies, hè, dus je neemt ze voor wat ze waard zijn. Maar we kunnen wel eigenlijk al één ding duidelijk stellen. Als reiswaren schiet de Corando, ja, toch een klein beetje tekort. Nu, dat is geen erg. Om twee redenen. Ten eerste, stel dat dat toch een betrachting zou zijn, dat je daar echt naar op zoek bent. Naar een elektrische ware die heel veel kilometers aan kan, voor een schappelijke prijs. Binnenkort staat de Taurus EVX in de catalogue bij Sanyong. En die doet het eigenlijk op alle gebied beter. Dus dat zou al een optie kunnen zijn. Stel nu dat dat geen hoofddoel is, heel veel kilometers malen. Ja, qua prijs is de Corando momenteel, net omwille van het feit dat hij opgevolgd wordt door Taurus, een bijzonder interessante aanbieding. Dus ja, we zouden hem toch niet zomaar afschrijven. Je hebt dat natuurlijk ook voor een stuk zelf in de hand, hoeveel je extra verbruikt. We hebben daar in het verleden trouwens al een video over gemaakt. De link staat hieronder in de beschrijving. Met een aantal andere huistuin- en keukentips die helpen om dat verbruik
toch wat te drukken. Zoals bijvoorbeeld verwarm je interieur voor je vertrekt. Op het moment dat je nog aan de stekker hakt, omdat dan de energie die je daarvoor nodig hebt, komt van het stroomnetwerk en niet van je batterij. Of gebruik de zetelverwarming en de stuurverwarming. Dat is een pak efficiënter dan, zelfs al is het de warmtepomp in dit geval, de centrale verwarming. Zie dat je banden op de juiste spanning staan of de juiste druk staat. Dat kan een slok op de borrel schelen. Al is ja, de grootste tip die we toch hebben, nog altijd rijden we wat trager. Studies van de Duitse Automobielfederatie ADAC hebben immers aangetoond dat de luchtweerstand van je dakkoffer in het kwadraat stijgt naarmate je ook sneller gaat rijden. Dus verdubbelt de snelheid, dan gaat de luchtweerstand maal 4. Volgens datzelfde onderzoek zou onze dakkoffer, bij 120 km per uur, het rijbereik trouwens met 14% extra doen afnemen. In die zin is het dan ook interessanter te kiezen voor een bagagebox op de trekhaak, gezien het verlies daar maar een goede 5% zou bedragen. De zandzakken bleken dan weer een minimale invloed te hebben. Volgeladen tot het maximaal toegelaten gewicht en gecombineerd met een asociale en mega-assertieve rijstijl, zou je tot 6% aan rijbereik kunnen verliezen. We hebben geen van beide geprobeerd hier in deze test en we gaan ervan uit dat de doorsnee Corando-gebruiker dat ook niet zal doen. Met de winterbanden zouden we in deze zelfs winst moeten hebben gemaakt. In koude omstandigheden verliezen zomerbanden namelijk grip, waardoor de motor meer vermogen moet leveren voor dezelfde tractie. Doordat de winterbanden in winterse omstandigheden meer grip leveren, is er ook minder vermogen nodig en zijn ze dus efficiënter, al hangt alles ook daar af van de rubbersamenstelling en ecoscore van de winterband. Ik had beloofd dat we gingen eindigen in thema. Et voilà. Hier staan we dan, toegegeven, het is een door, maar het is wel een piste. En dat na slechts 150 kilometer, dan denk ik, goed gereden. Maar goed, met de voeten in de sneeuw, het is tijd voor de algemene conclusie en die is weinig verrassend. Ja, de blauwe Corando, dat is die zonder aanpassingen, dus op zomerbanden, die had voor de hele trip 25,6 kWh nodig. Stevig, maar opnieuw, het was bar koud, waardoor alle verwarmingselementen op standje 11 stonden. Terwijl we ook alleen maar snelwegen hebben gedaan met de cruise control op 120 km per uur. Verzachtende omstandigheden die dus ook gelden voor de 29,3 kWh die we met de witte haalden. Een verschil van 3,7 kWh op 150 km, rekenen we dat even om, dan geeft dat ongeveer een verschil van 2,5 kWh per 100 km. Nu voilà, dat is de conclusie. Een dakkoffer, een box op de trekhaak, winterbanden en je gezin plus een bagage, dat gewicht, dat zorgt voor een verschil elke 100 kilometer van 2,5 kWh. Tenminste, als je zou gaan skiën met een Corando E-Motion.